IPF is een van de vele vormen van longfibrose, waarbij fibrose een aandoening is waarbij een overmatige hoeveelheid littekenweefsel gevormd wordt rondom de longblaasjes. De long wordt daardoor stijf en klein en gaat moeilijker de zuurstof opnemen. Voor idiopathische pulmonale fibrose. Die afkorting leert ons veel. Het gaat dus over een vorm van fibrose, pulmonaal, ter hoogte van de long, die idiopathisch is. Idiopathisch, daarmee bedoelt men dat er in C geen oorzaak gevonden wordt. Met andere woorden, dat de gekende oorzaken, zoals daar zijn rheumatische aandoeningen of blootstelling aan bepaalde zaken die de long kunnen beschadigen, of bepaalde medicatie, uitgesloten zijn. IPF uit zich meestal onder vorm van kortademigheid en kan ook gepaard gaan met een droge hoest. Bij klachten is het eerste aanspreekpunt de huisarts, die door simpelweg op de longen te luisteren al heel wat informatie kan verzamelen. Bepaalde afwijkingen kunnen gemakkelijk herkenbaar zijn of bepaalde vormen kunnen ook heel gemakkelijk uitgesloten worden. Bij een afwijkende auscultatie of blijvende twijfel is verwijzing naar een longarts aangewezen. Er is een behandeling mogelijk. Meestal is er helaas geen genezing mogelijk, maar er bestaat wel medicatie die bedoeld is om de longfibrose, de progressieve toename van verlittekening, af te remmen. Aandacht voor IPF is belangrijk omdat het, ondanks het feit dat het een relatief zeldzame aandoening is, toch verantwoordelijk is voor een belangrijk verlies aan levenskwaliteit en helaas ook een belangrijk verlies aan levensjaren. Vandaar dat een vroegtijdige diagnose zeer belangrijk is.